Leerlingen van het Christiaan Huygens College hielden vandaag een actiedag. Ze hielden een grote voorjaarsschoonmaak. Wethouder Viers kwam 's ochtends even kijken en hielp gelijk een handje mee. De 850 leerlingen voerden voor één dag een maatschappelijke taak uit. En ze werden daarbij geholpen door de Ergon, want die stelde voor één dag al die stageplekken beschikbaar. De leerlingen hebben zich voor hun werk laten sponsoren door vrienden en familie. En het geld dat daarmee opgehaald wordt is voor ALP DU6, een actie voor het KWF kankerbestrijding.